fogo! Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten deel 10! En speciaal voor deze aflevering op jullie verzoek een auto die andersom stuurt. En om dat voor elkaar te krijgen, hebben we een oude versnellingsbak gebruikt. Ja, dit is een differentieel. En het differentieel dat zit eigenlijk in een auto, omdat het wiel in de buitenbord een grotere afstand moet afleggen dan het wiel in de binnenbord. Dus dat wiel moet dus harder ronddraaien. En als het dan een starre as zou zijn, ja, dan zou dat natuurlijk heel erg gaan wringen. Er zit dus een verschil in snelheid in. En het differentieel die vangt dat op. Ja, wat voor ons heel handig is, is als je zeg maar aan deze kant draait, draait deze de andere kant op. En dat komt ons goed van pas. Speling op het stuur, maar ja. Je voelt je extra veilig met het stuur. Mooi! Laten we testen! Wow. Een vergissingetje. Ja, het valt niet alles tegen, maar af en toe vergis je je wel eens. Zo, nou gaan we file parkeren. Oh. Nou, volgens mij zou ook best geslaagd zijn. Eigenaardig, achteruit rijden is eigenlijk makkelijker, dan hoef je niet alles om te sturen. Hey, Dirk, wil jij dit even proberen? Ik ga ook even de verkeerde kant op sturen. En terecht, rij me niet aan, hè? Ja, maar het moeilijkste is dat hij zo knokkelt, denk ik. Ja. Dat is maar de schuld. Hij kan gewoon niet sturen. En dat heeft niks te maken dat hij de andere kant op stuurt, toch? Nee. Brand nog een keer doen. Oh, wow. Hey. Het bevalt me wel, dit. Ja, best leuk, hè? Kunnen we dit ook niet in mijn auto maken, zoiets? Ja hoor, makkelijk. Het is vooral lastig als je even een stukje rechtdoor hebt gereden en je moet dan je moet in één keer de andere kant op sturen. Ja. Dan rij je zo de verkeerde kant op. Maar als je zo volop aan het sturen bent net zo'n slalom, dan gaat het vanzelf eigenlijk. Nou ja, vanzelf. Ja, maar ja, jij doet de slalom normaal ook op die manier. Nou, een auto die goed stuurt. Ja. Ja, Dirk, ik denk dat ik dit een stuk beter kan nog. Ik denk dat ik aan de kant ga staan. Is wel een stukje moeilijker zo. Nou, en daarmee vond ik deze test een daverend succes. Best goed te doen eigenlijk, sturen met een auto die andersom stuurt. Maar heb jij nou nog een goed idee voor een test die we de volgende keer zouden moeten doen? Zet het even onder in de comments en misschien doen we de volgende keer wel jouw test. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Deze wagen stuurt verkeerd, Tom!